afgelopen juni heb ik mijn tweede album opgenomen. Met daarop de tweede en derde sonate van Chopin. En die wil ik uitbrengen op vinyl. Wat ik zo bijzonder vind aan de klank van de grammofoonplaat is dat het lijkt alsof de vleugel gewoon in de kamer staat. En alle nuances komen zoveel duidelijker over. En dat past voor mij ook wel bij de muziek van Chopin. Want die is per definitie wel intiem en gemaakt voor ja, de salon en kleine ruimtes. Dure onderneming en dat probeer ik op te halen via Voor de Kunst en daarbij kunt u mij helpen. Ja. Zit je iets relaxer? Iets relaxer. Ja. Oké, help mij. Daarom probeer ik geld in te zamelen via Voor de Kunst en kunt u mij helpen.